Maar kijk, sowieso zijn dit soort tripjes natuurlijk ja, fantastisch om te doen. Dus eerder heb ik Steven Spielberg ontmoet in Berlijn en Leonardo DiCaprio in Londen. En ja, gewoon erheen vliegen en dan de hele entourage, zo'n groot hotel. Er werden daar 68 journalisten heen gevlogen van over de hele wereld. Dus ze kregen iedereen in één keer voor de kiezen, echt in één dag. Ik was overigens journalist 66. En ze was nog even energiek en dat die nog steeds die lach. Bewonderenswaardig, want als wij, we hadden het er net even over, voordat het begon. Als wij zeg maar 5 interviews moeten doen, dan denken we al bij 3 denken we al, jezus, niks van te merken. Bij deze mensen is het echt een onderdeel van hun vak. En ja, ze zullen tussendoor waarschijnlijk heel veel klagen en weet ik voor wat. En ik weet het niet precies, want dat heb ik niet meegekregen. Nee. Onwijs leuk, goed. En, maar het bleek, toen ik heen vloog, bleek, we spreken niet alleen Julia Roberts, maar ook de regisseur, de schrijver, een bijrolacteur en Owen Wilson. Oh. 4 interviews. 4 keer 5 minuten. Dus het is een soort van, na 3 vragen krijg je iemand die heel streng zo aan het doen is. Maar dat was wel leuk, want toen dacht ik, nou, dan heb ik de kans om ook wat andere mensen te kunnen vragen over Julia Roberts. Natuurlijk had ik ook hele interessante vragen over de film en zo. Ja. Maar ik dacht, ja, het gaat me eigenlijk alleen maar om een soort portretje te maken van Julia Roberts. Ja. Dus ik begon mijn dag in dat mooie, chique hotel in Londen met de regisseur en de schrijfster. En ik dacht gewoon, ja, hoe vonden zij het om met haar te werken? Once I was told that, you know, people were thinking about making a movie, that then I started kind of dream casting, you know, and Julia Roberts certainly was, of course, but you know, it's almost such a cliche, like, you know, who do you want to be in a movie? Oh, Julia Roberts. You almost feel kind of ridiculous saying it out loud. It's so pie in the sky. And after the movie has been made, can you tell me anything about Julia Roberts I don't already know? You know that the famous laugh that she has? Yeah, of That's course. Her real laugh. Oh, really? You may not you know see that. It in the end of the movie. It's really like we've all been waiting for moment to happen. That's the moment. And but what's funny is when you're actually making a film with her, you hear it on set all day long. It's just in a movie, it's rare. Als je dit ziet, ik dacht wel even, ze vroegen weer een poedertje. Ik zei, nee, hoe ben je? Nee, hoeft niet. En denk je nou, nee, helemaal niet, joh. Dat ziet er goed. Maar heb je die lach ook gekregen van haar of niet? Uiteindelijk, toen jij met haar eens zat? Dit was dus interviewtje 1. Oh ja. Daarna kregen we de bijrolacteur. En het lot van het bijrolacteur is toch waarschijnlijk dat zijn bijdrage geschrapt wordt. Dus daar hebben we het ook niet over. Okay. Ik noem even zijn naam, David Dix. Hartelijk dank voor je bijdrage. Zien we nooit meer, behalve in de film. Toen gingen we, want het was wel leuk, want het bouwde echt naar Julia Roberts toe. Dus na Owen Wilson en een jonge actrice die ook in de film Wonder zit. En ik vroeg Owen, naast heel veel interessante inhoudelijke vragen over de film, hoe is het nou met Julia Roberts te werken? En kan je iets vertellen wat wij niet al van haar weten? Ja. Yeah. Can you tell me something about Julia Roberts I don't already know? Well, on set she does a lot of knitting. Yeah. That sounds funny. Yeah. Am I imagining that? Yeah. No, I don't think you are. I just didn't even know that. Yeah. Ja, het grappige was wel dat ik vroeg aan die actrice die naast hem zat iets over een scène met haar oma in de film. Ik zei, mooie scène, kan er iets meer over vertellen? Toen zei hij, had je een scène met je oma? Ze begon te vertellen, ja, daar en daar. Oh, oké. Okay. Dus ik zei, je hebt de film toch wel gezien? Nee. Ik zeg, oh, bewaar je dat voor de première? Nee, ik zie het echt nooit. Dus ik wil de herinnering van het draaien wil ik zo houden. En de hele film zie ik. En gewoon die film gewoon niet zien? Interesseert hem eigenlijk niet.